Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Bio Movie. Heel veel van jullie weten wel dat ik iets heb met oude media. Ik hou van tv, radio, kranten. Zo heb ik bijvoorbeeld 2 seizoenen lang kansloos mogen presenteren op Veronica. Heb ik een overrol gehad bij BNN. Nam Ali B mij mee naar een televisiering gala. En een tijdje geleden was ik zelfs voorpagina nieuws bij de metro omdat ik YouTube video's maak. Maar jullie weten als geen ander hoe lomp, dom en stuntelig ik wel niet kan zijn. Dus dat betekent dat ik ook bij al die media optredens heel veel blunders heb gemaakt. Daarom neem ik vandaag een keer mijn 5 grootste tv blunders met jullie door. Ga er lekker voor zitten, want wij beginnen bij nummer 5. Op nummer 5 staat zeker weten wel het kapperincident uit 2012. Het zit namelijk zo, in 2012 kwam voor het eerst kansloos op tv, dat ik samen presenteerde met Thomas. Zoals je kan zien op deze beelden was dat al 20 kilo geleden en ook een heel slecht haarkapsel geleden. Het zit namelijk zo, 1 dag voor de opnames van kansloos wou ik naar de kapper gaan om mijn haar te laten knippen. Want laten we eerlijk wezen, als je op tv komt met je eigen tv-programma, wil je je haar een beetje leuk hebben zitten. Alleen, ik had mij heel erg verslapen, dus ik had de kapper misgelopen en ik moest zoeken naar een nieuwe kapper en ik vond een nieuwe kapper voor 5 euro. Ik dacht, tering, dit is zo goedkoop, deze gaan we doen. Ik liep naar binnen en tot mijn eigen grote verdriet gaf hij mij dit kapsel. En nu denk je misschien bij jezelf, Bardo, zo erg kan dat kapsel toch niet zijn? Nou, denk even aan Shrek, ken je Lord Farquaad nog? Boom! Nou, zo'n kapsel had ik dus en zelfs op tv begonnen BN'ers over mijn kapsel. Dat is goed. Zeker. Ja, dat is grap. Rihanna dingetjes. Het hele eerste seizoen van Kansloos had ik het meest erge kapsel op aarde. En dat allemaal omdat ik mezelf versliep. Nummer 4. Rond mijn 17e werd Banjo Movies plotseling bekend. Alleen toen ik 17 was bestond mijn leven uit ongeveer blowen, drinken, chillen, slapen. Meer niet. Echt meer dan dat was het niet. En dat betekent natuurlijk dat ik ook elke ochtend heel erg brak was. Laat staan dat er dan in één keer een tv-ploeg voor je deur staat van Editie NL. Het was een hel en mijn oogjes waren echt zo piepklein. En voor je het weet heb je dan ook fans. Mijn moeder heeft al gezegd van ik doe de deur niet meer open, want het wordt echt te veel. Gedurende dat hele interview heb je ook het gevoel van die arme Bardo, die wil gewoon in zijn bed liggen. Die wil niet voor de camera zitten, laat hem lekker slapen. Nummer 3. Begin 2012 gaf BNN via internet een hoofdrol weg in een tv-serie over een musicalschool. Dus ik dacht bij mezelf, het gaat via internet. Waarom doe ik niet mee aan die musicalserie? Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb meegedaan aan die serie. Ik heb jullie laten stemmen en dankzij jullie won ik... teringhard. Ik werd vrijwel direct gebeld met de vraag: hey Bardo, zou jij zaterdag om 6 uur 's ochtends in een studio willen komen in Hilversum voor de uitslag? Dus ik moest om 6 uur 's ochtends mijn nest uit, weer helemaal kapot en brak, naar die kut Hilversumse studio's. Ik was bloedjeschagrijnig, geïrriteerd en moe. En we stonden daar en we moesten een toespraak houden over onszelf waarom we moesten winnen. Iedereen had wat leuks verzonnen en ik had er geen zin in, dus ik zei dit. Netjes. En de laatste kandidaat. Ja, ik ben Bardo Ellens en ik moet winnen omdat het kan. Omdat het kan. Hij moet winnen omdat het kan. Wat een slagzin. Vervolgens kwam daar natuurlijk een moment van de uitreiking van de prijs. Nou, wie heeft de prijs gewonnen? Kijk even mee. 3, 2, 1. Bardo! Wat gaat er door je heen? Sorry? Wat gaat er door je heen? Dat ik in de auto moet eigenlijk. Dat... Okay, ik ga je niet langer ophouden. Ja. De auto in en je hebt de ster. Deze man won hem natuurlijk. En als je goed kijkt naar die beelden, je ziet dat ik die prijs echt uit zijn handen trek. En ook mijn antwoord. Wat gaat er door je heen? Dat ik in de auto moet eigenlijk. Dat is zo legendarisch. Allebei die momenten staan er gewoon voor dat ik er geen zin in had om 6 uur 's ochtends in Hilversum. Kom op. Na de hel bij Zapp Live om 6 uur 's ochtends kon ik eindelijk doorgaan naar het vette BNN programma waar ik de hoofdrol kon gaan spelen. En toen ik op de set aankwam kwam iedereen er ook nog eens achter dat ik niet kan zingen, dansen of acteren. Dus ik ben volkomen waardeloos in een musical serie. Maar ik heb een hoofdrol gekregen bij BNN en sorry, dat neemt niemand mij ooit meer af. Ik heb echt hardop gelachen. Bardo in een musical serie. Nummer 2. 1,5 jaar geleden maakte Ali Bouali, oftewel Ali B, kans op een televisiering. En de televisiering is zeg maar de grootste prijs uit de tv-wereld. En Ali Bouali wou natuurlijk die prijs heel graag winnen. En door een of andere rare manier was ik in contact gekomen met Ali B. En Ali belde mij vervolgens op van, yo Bardo, zou je even kunnen kijken of jij me misschien kan helpen? Dus ik zei, natuurlijk Ali, wat krijg ik ervoor terug? Dus Ali B zei tegen mij, ik kom in een Banjo Movie van jou en jij gaat mee naar de televisiering gala. Hoe vet was dat? Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging met mijn goede vriend Ali B mee op de pannenkoekenboot naar de televisiering gala. Alleen één dingetje was Ali mij vergeten te vertellen. Het was een pannenkoekenboot! Dat is mijn enige zwakte. Ik had een smoking afgehuurd van een paar 100 euro en ik leek wel op een of andere, ja,
Sorry dat ik zeg maar een dikke James Bond kijk is. En gok ook maar wat er gebeurt als Bardo een pannenkoek eet met stroop in een fucking smoking. Dat gaat niet goed en het ging ook niet goed. En ik had in één keer een pak van een paar honderd euro die ik naar de tering had geholpen door stroop. Pannenkoeken. Ondanks dat ik de hele avond onder de stroop zat bij het grootste televisie-evenement van Nederland, had ik toch wel de tijd van mijn leven gehad eigenlijk. En ik heb heel veel nieuwe BNR-vrienden ontmoet. Dankjewel Ali, je bent de topper. En dan nummer 1. In de afgelopen jaren heb ik verschrikkelijk veel leuke nieuwe BNR-vriendjes mogen maken. Waaronder Ali B, Henny Huisman, Bubi van der Meer, Arie Komen, verzin het maar. Alleen er is één BN'er die langskwam in Kansloos en die mij echt een hartverzakking heeft gegeven. Dit incident zal de geschiedenis ingaan als het incident van de 1000 piemels op Bardo's lippen. We hadden namelijk Kim Holland te gast in de studio van Kansloos, onze allereerste vrouw. En laten we eerlijk wezen, Kim Holland is wel een redelijke BN'er, dus we moesten iets vets maken. Maar we hadden alleen nog maar mannen te gast gehad in Kansloos, dus het was altijd zo van, hé, ik ben Bardo Handje. Alleen, wat moet je doen bij een vrouw? Ik en Thomas hadden het daar heel veel over gehad en we dachten bij onszelf, kusje op de wangen kan niet fout gaan. Tenzij Kim Holland van de trap naar beneden loopt en je gaat twijfelen. Ja. Kijk maar mee. Ze zeggen altijd dat je het beste voor het laatst moet bewaren. Dus daarom beginnen we vandaag met Kim Holland. Applaus voor Kim Holland. Ik heb Kim Holland op de bek gepakt. Godverdomme. 1000 piemels die Kim Holland heeft gehad in haar mond zijn nu in mijn... En het was ook nogal op tv gekomen dat ik Kim Holland vol op de bek pakte. Het enige wat ik hier nog aan toe kan voegen was dat het meest rare, ongemakkelijke interview was uit mijn hele carrière. Wat een grote schoen heeft ze aan, hè? Goed karakter. Leuk feitje, toen de tijd had ik nog verkering met Anouk en ik heb Anouk nooit verteld dat ik Kim Holland op de bek heb gepakt, want ik weet dat zij dat niet leuk zou vinden. Oh, dat waren ze allemaal! Mijn 5 grootste bloopers, nu al uit mijn carrière. Deel deze video vooral met al je vriendjes en vriendinnetjes, zodat ik veel meer bloopers en blunders kan gaan maken in de toekomst. Geef vooral een blauw duimpje en abonneer op mij hier beneden, dan ontvang je wekelijks video van mij. En ik wil jullie echt even bedanken, want zonder jullie had ik nooit Kim Holland, Ali B, Ruben van der Meer of wie dan ook ontmoet. Ik had daar nooit kans bij gemaakt. Deze hele video is mede mogelijk gemaakt door jullie. Jullie, ja de kijker, en daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Want alles wat hiervoor is gebeurd dankzij jullie. Nogmaals, stuur deze video door naar al je vriendjes en vriendinnetjes. En laat me vooral weten of jij vaker dit soort video's wil van mij over Hilversum. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later! Bye!